Deze dag stond alles op zijn kop in Bobs gezin. Wat is dat vreemde geluid? Strijd tussen moeder en dochter. Ik heb genoeg van je. Je moet op een meisje lijken. Uh-oh. Ik zal je een modieuze blik laten zien. Oh, wat een schoonheid is dat geworden. Intussen komt het schandaal in een stroomversnelling. Luidruchtige familievoorstelling. Hé, geef het terug. Dit is van mij. Doe je hand open. Oeps, de vechtersbazen zijn getroffen door magische bliksem. Maar wat gebeurde er? Ze verwisselden van lichaam. Slaap, mijn baby. Verschrikkelijk. Dit kan alleen in een nachtmerrie gebeuren. Maar dit is helemaal geen droom. Arme Alex. Nu zal ze in Ellie's lichaam moeten leven. Wat? Wat is er aan de hand? Oh mijn god. What? Goedemorgen, meisjes. Jezus. Wat? Wat een... Papa, snel te hulp. Wat? Waarom schreeuw je? We verwisselden van lichaam. Het lijkt erop dat Bob niet echt in magie gelooft. Dus stop, stil. Ben je vergeten wat er gisteren gebeurd is? Ik kwam binnen en jij lag op de grond. Je bent zwaar geëlektrodiseerd. Oh my god. Trouwens, ik brak mijn rug bijna terwijl ik jullie naar jullie bedden sleepte. Wel, is dat alles? Zijn jullie niet gekalmeerd? Mijn schattige baby's. Wat is er aan de hand? Precies. Geurige kus is niet voor iedereen. Ik ben het. Kijk. Mama. We zijn te laat. Snel. Nee. Het is niet te laat. Je klaarmaken als je in het lichaam van iemand anders zit is een dubbele moeite. Alles in Ellie's klerenkast is superfel. Maar Alex heeft een manier gevonden. Wat? Grappig. Kijk hier. Ja, deze outfits zijn uit de tijd. Oh. En nu is dit het. Prachtig ontwerpwerk. Het is tijd om de make-up op te doen. Dus. Wat straalt er veel glans. Super vermomming. En mama's make-up is veel bescheidener. Hey. Hoi meisjes. Frisse adem. Maakt het gemakkelijk om contact te maken. Maar niet in dit geval. Arme Bob geeft niet op. Je bent te laat. Het is tijd voor je om te studeren. Dag. Stop. Ik ben jou. Ah, dat is waar ook. Veel succes. Het is cool dat volwassenen niet naar de universiteit gaan. Maar ze hebben een baan. Verward heeft vader hulp nodig. Nee. Nee. En deze lijkt in orde te zijn. Origineel gedaan, El. Coole sjaalstroptas. No. Huh? Poging nummer 2. Geweldig. Leuke strik. No. Weer niet? Hij is niet tevreden.
Het is tijd om over te gaan tot een beslissende actie. Wel, hoe is het? Wel... Prachtig! Mini-binding is klaar. Bob, het gaat niet om jou. Hoe gaat het met Alex? Het lijkt erop dat niemand op de universiteit de verwisseling heeft opgemerkt. Zelfs verliefde nerds. Het is tijd voor iemand om zich op te frissen. En iemand om te antwoorden. 8, 2, 7. Wauw, heb je dat gezien? Oeh, ze is vlakbij. De leraar is opgetogen. 100% succes. Nu is Ellie een nerd in de klas. En ze is blij. Dank je wel. Zo aardig. Wat? Wat is een grapje? Ik weet het niet. Misschien maken we een selfie? Oh nee, een cringe fotoshoot. Wis alles dringend. En geen compromitterend materiaal meer. Ellie probeert vriendschap te sluiten met de stofzuiger. Maar tot nu toe zonder succes. Au, ze zit in een luchtkoker. Oef, ze is vrij. Mam, wat is dit voor troep? Wat is er met dat gezicht? Ik lijk wel een loser. Wauw, stop met schreeuwen. Verdorie, morgen is de selectie voor de dame en TikTok huisclub. Dit is het einde. Wat? Wat is er gebeurd? Bob is een meester in ingenieuze oplossingen. Dit is een klap. Niet iedereen is echter blij. Ze moeten in actie komen. Ellie wil van mam een TikToker maken. En haar moeder een kok van haar. Interessante uitwisseling van kennis. Zo, de eerste test voor Alex. Zal ze in staat zijn de ster van het TikTok-huis te worden? Wauw, een serieuze danswedstrijd. Nee. De volgende. Veel succes. Het zal niet gemakkelijk zijn, maar Alex zal het zeker aankunnen. Of niet? De jury heeft dit nog niet eerder gezien. Nee, nee, genoeg. Ze staat op de lijst van degene die wel wilde, maar het niet haalde. Wat jammer. Lunchtijd. Wat? Nou, kom op. Wauw, mama heeft een mes gepakt. Oh nee, nee, niet schreeuwen. Haar culinaire talenten kwamen goed van pas. Wow. Een beetje saus. En voilà. Ze is aanvaard. Nu is het Ellie's beurt om te verrassen. Waarom zit je te zitten? Kook snel. Heb je dat gezien? Hey. Ze zeggen dat de eerste pannenkoek altijd klonterig is. Dus zal Elle een taart maken.
De jury neemt het zorgvuldig op. Nee, nee, nee. Geen recepten. Alleen aardbeienversiering ontbreekt. Nee! Heel belangrijk moment. Handen. Oh, Ellie werd niet toegelaten tot de Ladies Club. Interessant. Waarom? Onverwacht. Terwijl iedereen de deelnemster troost, is de voorzitter van de club haar toetje aan het verslinden. Oeps. Sorry. Nu is alles eerlijk. Jamie en Bob hadden een verrassing voorbereid. De meisjes hadden een moeilijke dag. Ze verdienden een tractatie. Laat alles alsjeblieft weer worden zoals het eerder was. Het lijkt erop dat alles gelukt is. Mami, mijn dochter. Wat? Het lijkt erop dat dit verhaal een mannelijk vervolg krijgt. Wel, nu zijn de jongens aan de beurt.